Rond 1935 nemen we een kijkje in het Oosburg van voor de oorlog. In 1944 is 80% van alle gebouwen hier door de Canadese bombardementen verwoest. Ook deze huizen hier in de Nieuwstraat. Een uitzondering is deze boerderij. Op het weiland hier naast de boerderij verrijst later de Rooms-Katholieke HBS. In 1934 wordt in Oosburg voor het eerst de fok- en vetvee-tentoonstelling georganiseerd. In de Zuid-Zandse straat, met op de achtergrond de hervormde kerk, worden de koeien tentoongesteld. De dieren zijn afkomstig uit heel West-Zeeuws-Vlaanderen. De koeien uit de omgeving van Oosburg zijn lopend aangevoerd. In de Weststraat laten deze koeien zien dat ze het lopen in kuddeverband best gewend zijn. Vrij mak laten ze zich leiden. Van tevoren heeft de organisatie voor ieder dier een plaats aangewezen. Alle plaatsen zijn genummerd. In de Zuid-Zandse straat zien we rechts de tramremise. Veldwachter Schout houdt een oogje in het zeil. Voor de koeien te kijk gezet worden, zal de eigenaar ze eerst toiletteren. Ze moeten tenslotte goed voor de dag komen. Naast koeien worden er allerlei andere dieren naar de markt aangevoerd. Bokken en geiten. Veel gezinnen houden in de jaren 30 hun geit. Voornamelijk vanwege de melk en de kaas. De geit noemen ze dan ook wel de koe van de armen. Met hoed staat daar Herman Modde. En rechts zijn vader Edmond. Het zijn veehandelaars. Bij het uitladen van de biggen zijn ze er als de kippen bij, om te zien of er wat van hun gading bij zit. Aan het begin en aan het eind van de markt wordt er heel wat gesjouwd met de dieren. Ook schapen zijn van de partij. In Zeeuws-Vlaanderen wordt dit dier voornamelijk voor de kaasproductie gehouden. Met pet en pijp is Jan Burggraaf met zijn catalogus in de handen. Hierin zijn alle dieren beschreven. Heel wat voorbereiding voor het organiserend comité. Daarin zit onder meer Emiel de Miliano, de vijfde van links. Hij is de oprichter van dit evenement. Het voornaamste doel van de dag is het bevorderen van de veehandel. Er lopen dan ook heel wat veehandelaren rond. Links met hoed is Mullers uit Ede. En daar in het midden, blootshoofd met een koe aan een touw, is Michel Buik. Alle twee bekende veehandelaren uit Zeeuws-Vlaanderen. Links Kleine Pier in Walges kostuum. Hij is een bekende keurmeester. Mullers heeft er ook verstand van. Ook hij handelt in vee. De fok- en vetveemarkt trekt ook veel nieuwsgierigen. Op zo'n dag is het een gezellige drukte in Oosburg. Dat het flink druk is, kunnen we ook zien aan het aantal geparkeerde auto's op het kerkplein. Burgemeester Erasmus, met hoed, gaat ook een kijkje nemen op de markt.
Daar is hij willig getuige van de verhandeling van deze koe. De koper betast de vang van de koe. Op die plaats kun je voelen of het beest al dan niet vet is. Die woensdag is er ook de wekelijkse marktdag in Oostburg. Die wordt uiteraard gehouden op het Marktplein. Linksonder loopt de tramrail. De markt trekt veel mensen van het platteland. Die komen er naartoe voor hun wekelijkse boodschappen. De rook die we zien komt uit de schoorsteen van de patatkraam. Het is Riemus die hier friet verkoopt. Die heeft ook een ijskokar. Gezien de grote drukte mogen we aannemen dat bij hem die dag de kassa flink zal rinkelen. Als de fok- en vetveemarkt bijna is afgelopen, zijn er veel dieren van eigenaar gewisseld en is het tijd om naar huis te gaan. Veel dieren en mensen moeten opnieuw aan elkaar wennen. Dieren die ver weg wonen hebben geluk. Zij keren met modern vervoer huiswaarts. Voor anderen is de wandeling een goed moment om aan de nieuwe baas te wennen.